Frank, nou allereerst gefeliciteerd. Hè. Weer met je basisplaats, na je blessure. Hoe erg heb je naar dit moment uitgekeken? Ja, lang. Lang geblesseerd geweest. Daarvoor ook niet superveel kunnen spelen in de basis. Dus daarom ben ik extra blij dat ik nu gewoon weer in de basis heb kunnen staan. En dat we de 3 punten terug kunnen nemen naar Nijmegen. Ja, en weer op je favoriete plek, hè? Centraal achterin. Niet op het middenveld, niet rechtsback. Nee, klopt. Ik kan ook op 6 spelen. Maar in mijn eigen positie vind ik toch gewoon centraal achterin. Dus als het altijd lekker als ik daar gewoon kan spelen helemaal aan de basis. Hoe heb jij de afgelopen maanden beleefd? En dan moet je toekijken en dan zie je je club aftakelen. Hoe gaat dat? Ja, het hele seizoen is eigenlijk al moeizaam van onze teamkant. Daarvoor niet heel veel gespeeld, dus dat is al zuur voor mijzelf. En dan raak ik ook nog geblesseerd dat het heel lang duurt. Dan zie je het team de ene keer goed doen, de andere keer niet. Het is heel wisselend. Dus dat is helemaal lastig, omdat je dan het team wilt helpen en bij het team bij wilt zijn. Als het dan niet kan, is het altijd lastig. En ik denk dat we het onszelf heel moeilijk hebben gemaakt dit seizoen. Maar we moeten vooruitkijken. We moeten natuurlijk lessen trekken uit de afgelopen wedstrijden en de afgelopen maanden. Maar ik denk dat we, zoals we vandaag speelden, dat we daar wel op voort kunnen beduren. En die stappen vooruit moeten door kunnen maken. Ja, want jullie hebben heel weinig weggegeven deze wedstrijd. Ja, ze hebben heel veel de bal gehad. Maar ik denk dat we heel gedisciplineerd hebben verdedigd. Dat we het gewoon meters voor elkaar maken. Maar dat is ook makkelijk als het gewoon goed staat, als het compact staat, de lijnen dicht op elkaar. Dus ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. En dat je eigenlijk heel weinig weggeeft, ook hebben zij heel veel de bal eigenlijk. Ja, en dan is er één zuur momentje, een bal die je keihard tegen je borst aan krijgt. Kan je niks aan doen, toch? Nee, dat kan ik echt vrij weinig doen. Misschien had ik iets meer open moeten staan, maar die bal kwam zo hard. Ik zag Jozef en die spits ontweek hem en ik zag hem pas heel laat aankomen en hij knalt vol tegen mijn borst aan. Het is natuurlijk zuur dat je een goal tegen krijgt, helemaal een eigen goal. Maar gelukkig, Maar voel jij dan aan je medespelers dat er weer een bepaalde spanning op komt? Van, oh, het wordt 1-2 als we dit maar overleven? Ik moet zeggen dat we eigenlijk de hele wedstrijd had ik niet het gevoel dat zij goal gingen scoren. Maar je weet, als je dan in de laatste paar minuten toch een tegengoal krijgt, dan staat 2-1 dat het altijd gewoon lastig wordt. Ik moet zeggen dat we... Ja, ik voel natuurlijk wel een beetje spanning, want de PSV ging ook wat meer drukken. Dus ik denk dat we het in de laatste fase ook wat beter moeten doen. Dat we iets meer, ondanks dat je heel vaak naar achter loopt, dus toch wat druk op de bal krijgt, zodat zij niet de lange bal erin kunnen pompen. En we hadden op het laatste moment verloren nog die bal in de sessie van hun. Dan moet je gewoon de cornervlag opzoeken en die bal houden. Dus ik denk dat we dat wat beter hadden moeten doen, maar ik had nog steeds niet het gevoel dat zij gingen scoren. En nu nog 5 wedstrijden. NEC doet weer helemaal mee om de na-competitie, want dit NEC gaat de na-competitie halen, toch? Ja, zeker. Daar hebben we kwaliteit voor. En dat moeten we halen, dat weten we zelf. Alleen moeten we wel reëel blijven en niet te veel gaan praten. Nu moeten we het gewoon laten zien. We staan niet voor niets op deze plek, dus ik denk dat we nog gewoon nuchter moeten blijven. Ron, gefeliciteerd. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, vooral in de beginfase al moeilijk met PSV. Vooral over onze linkerkant komen ze een paar keer gevaarlijk door. Voor de rest stonden we verdedigend goed in de organisatie. Niet veel weggegeven. Kom op 1-0. Strafschop. Goede goal van Kita in de tweede. 2-0. Gaan we rusten. Ja, in de tweede helft zie je gewoon dat we eigenlijk een beetje te ver terug gaan lopen. Rond de 16 kom je te veel te spelen. Ja, en dan wordt het gevaarlijk. Ze combineren goed. Dus eigenlijk te weinig druk vooruit. Maar zonder echt kansen weg te geven, moet ik zeggen. Ook de tweede helft. Eén momentje dat Matthijs hem goed pakte. En een keer een ongelukkige situatie dan met Frank dat er eigenlijk goal valt. Dat gebeurt natuurlijk wel vlak voor tijd. Valt er 2-1. Je weet hoe het soms kan werken dan. Hè. Vond je het gedisciplineerd vandaag, wat NEC liet zien? Ja, als ik kijk naar de verdedigingsorganisatie. Niet veel weggegeven. Iedereen goed vanuit zijn taken speelt, dat is belangrijk. Maar vooral aan de bal moeten we nog veel beter zijn. Dan zijn we zo slordig. Als je de tweede helft een beetje goed uitspeelt en je maakt 3-0 is klaar. En je houdt ze eigenlijk een beetje in de wedstrijd. Ja, dan valt nog 2-1 en dan is het nog billen knijpen. Ja, je ziet hoe broos NEC dan in de omschakeling is. Hè? Want wat je zegt, het staat de hele tijd goed. Linies heel kort op elkaar. Maar als ze er dan doorheen komen, dan wordt het ook wel gevaarlijk. En daar kwam ook die eigen goal uit volgens mij. Ja, dan kijk op het moment dat je eruit komt, met meerdere mensen, dat is vaak, voetbal wordt daar op beslist vaak, op schakelmomenten.
Kijk, elke ploeg kan tegenwoordig aardig in de organisatie staan, verdedigend. Geven dan weinig weg, maar momenten liggen vaak in je omschakeling. En dat zag je ook met die goal. Wel weer voor het eerst sinds een half jaar een uitwedstrijd gewonnen. Dat is in ieder geval lekker om mee te beginnen, denk ik. Ja, dat klopt. En ik zeg ook al, hier in Eindhoven hebben wij niet vaak gewonnen. Maar goed, het moet, alles komt een eind. Zegenreeks aan nederlagen. Dus wat dat betreft is het wel een goede moment, ja. Want je doet weer volop mee in de strijd om een na-competitie. Ja, als je 2 punten achter staat op de nummer 11 en je moet nog 5 wedstrijden spelen. Ja, dan hebben we goede zaken gedaan vandaag. Ja, je vertelde eerder voor onze camera dat je de nadruk hebt gelegd op organisatie. Nu win je met 1-2. Waar ga je de komende week nog de nadruk op leggen? Is dat positiespel, als ik voorzichtig mag zijn? Ja, vaak heeft het ook met vertrouwen te maken. Hè? Deur van de bal te komen. En, kijk, het vertrouwen moet terugkomen. Want ik krijg vaak vertrouwen als je wedstrijden gaat winnen. Dus, maar we gaan sowieso ook een balbezit trainen natuurlijk. Niet alleen de verdedigende organisatie. Maar het valt en staat wel hoe je zelf aan de bal op het moment dat je verdedigend goed in je organisatie staat, kun je wat makkelijker doorvoetballen. En dat is lekker in ieder geval met die 3 punten van vanavond. Ja, zonder meer. Gefeliciteerd. Dankjewel, hè.